Hey, ik ben eindelijk klaar met de yoga teacher training. En dat betekent eindelijk Indian snacks proeven. Ik heb er zoveel zin in. We gaan meteen beginnen met deze snack die ik heel vaak voorbij zie komen. En het is een soort, ja, wat is het? Geribbeld deeg. En het lijkt alsof er komijnpitjes in zitten. Ik vermoed dat het hartig is, maar je weet maar nooit. Het is inderdaad een soort chips. Heel hard. Maar wel super lekker. Oh wacht, ze zijn niet solid van binnen. Het is gewoon hol. Super lekker. Die komijn maakt het echt awesome. Ik weet niet, maar ik geef dit een 9. Dit is echt super lekkere chips. De tweede snack is ook hol van binnen. Het zijn deze deegrollen. Ik vermoed weer dat het hartig is, maar ik weet het wel zeker. Het kan zijn dat er zometeen een campagnebus van Shiny Matthews langskomt. Ze is vrij irritant bezig. Nee, dit is zoet. Ja, het is ook niet super zoet, het is gewoon een beetje zoet. Ik geef dit een 6, want het is wel lekker, maar niks bijzonders. De volgende snack is 100% zoet. Het is heel bekend, het heet Ladu. En je ziet hier al een rozijntje in zitten. Ik ga gewoon even proeven. Het heeft een beetje een zachte structuur en het is zoet. Maar voor de rest proef ik er niet heel veel smaak doorheen. Misschien een beetje kokos? Ik ben er niet kapot van, ik geef het een 6, want er zit gewoon niet een aparte smaak aan ofzo, als het nou kardemom was of whatever. Dan gaan we verder met nog een zoete snack en deze ziet er prachtig uit. Het heet Milk nog iets, ik zal het even hierin zetten. Snel proeven. Dit is vet lekker. Wauw, proeft een beetje naar van die zachte karamel. Weet je dat ook weer? Fudge. Dit is zo lekker, dit is echt heel lekker. 9. Echt heel lekker. Het smaakt ook een beetje naar witte chocola. Oeh, dit is lekker. Deze zoete snack heb ik stiekempjes al eerder geproefd. Ik weet ook wat de structuur is, maar het is echt, ja, ik weet al dat het vet lekker is. Kijk, ik maak het zo open. Zo. En dan zit er een soort van, oh, ik heb een kleinere geproefd. Deze is wat groter. En dan zit er cardamom in en pistachenoten. En het heeft een beetje de haalwasstructuur. Het is, ja, hoe moet ik het anders beschrijven dan zeg maar samengeperste suikerspin? Weet je zo? Oh, dit ruikt lekker. Oh, yes. Oh, yes. Woe! Wauw. Ik kom zo terug. Ik ga dit hele doosje leeg eten. Je proeft zoveel cardamom. Wauw. 100. Dit is trouwens beter dan de versie die ik eerder heb geproefd. Dat was zeg maar zo'n blokje. Oh, dit is zo lekker. De laatste, ik vermoed weer zoete snack. Zou zomaar bij Lush kunnen liggen. En daarom heb ik hem ook genomen. Want ik vroeg, wat is dit? En toen zei hij weer hetzelfde als Milk. Net zoals die andere snack heet. En ik dacht, ja, ga je twee van dezelfde soort nemen? Maar toen dacht ik, ja, hallo. Dit ziet er zo mooi uit. Dit moet ik echt proeven. Waar gaat hij dan? Ja, ze proeven wel hetzelfde. Maar deze ziet er mooi uit, dus deze krijgt een hoger cijfer, deze krijgt een 10. In India heb je zo ontiegelijk veel snacks die we in Nederland niet hebben. Ik heb nu een selectie gemaakt, omdat ik dacht van ja, ik kan toch niet alles op. Mocht je meer Indian snack proefvideo's willen zien, steek dan een duimpje omhoog. Sorry, maar dit is echt het vieste wat ik tot nu toe heb gegeten. Jesus.